Beste kijkers, van harte welkom bij een bijzondere aflevering van Horen, Zien en Meepraten. We hebben een drietal gasten in de studio en we willen graag met u vanavond de verkenningsnotitie Leefbaarheid Moergestel met u door gaan nemen. In de volksmond ook wel het verkeersplan genoemd. Het plan waarin onderzoek gedaan is naar met name het verkeer wat zich dwars door onze kom van het mooie dorp heen dendert. Daartoe hebben we een drietal gasten bij ons aan de tafel. Allereerst namens de gemeente Oosterwijk, wethouder Dion Dankers. Daarnaast als bewoner van een van de drukke straten Niels van der Ven. En daarnaast namens de ondernemers Wout Huibe. Hartelijk welkom allemaal. Er is een dik plan geschreven. En om u niet lastig te vallen met het hele dikke plan heeft onze collega Corné Schoenmaker een prima samenvatting gemaakt. En ik stel voor dat we eerst eventjes de ruimte nemen om naar die samenvatting te gaan kijken. Zodat u eigenlijk wat meer kunt weten over de achtergronden van dit hele plan. In opdracht van de gemeente is in november 2018 door het bureau Exante uit Den Bosch een verkenningsnotitie opgesteld voor verkeersknelpunten en maatregelen in Moergestel. Gekeken is naar vragen als: rijdt er te veel verkeer door Moergestel? Rijdt er te veel zwaar verkeer? Zijn de wegen wel geschikt? En hoe denkt de Moergestelnaar erover? Ook de mogelijkheden om te fietsen in Moergestel zijn onderzocht en daar komen we meteen een interessant puntje tegen. In dit kaartje is aangegeven wat de fietsmogelijkheden zijn op de wegen met een doorgaand karakter. Groen betekent dat er een vrijliggend fietspad is. En zo zijn de Oorschotseweg buiten de kom en verder de Tilburgseweg, Akkerweg, Oosterwijkseweg en Vinkenberg in dit kaartje groen gekleurd. Opvallend is dat de fietssuggestiestroken die liggen langs de rijbaan van de geel gekleurde wegen Roodven, Raadhuisstraat en Kerkstraat volgens de onderzoekers te smal zijn. Verder heeft in dit kaartje de Schoolstraat helemaal geen kleur. Dat klopt, want daar ligt geen enkele voorziening voor fietsers, terwijl dat, gezien het gebruik van de weg, wel zou moeten. En verder merken de onderzoekers op dat de fietssuggestiestroken op de Oorschotseweg aan de andere kant van de Reuzel misschien onvoldoende zijn, gezien het gebruik en karakter van deze weg. Men noemt dit een twijfelgeval. Ook de breedte van de wegen is bekeken en met kleurtjes weergegeven. Groen betekent dat de weg breed genoeg is, dat geldt gelukkig voor de meeste wegen. Een oranje weg heeft een minimale breedte, daar zou verbetering wenselijk zijn. Maar rood betekent dat de weg eenvoudigweg te smal is voor de huidige functie. Dat geldt dus voor de Schoolstraat en voor de Oostervoortjes. Maar wat vindt Moergestel? Op twee informatieavonden in Den Bogaard in april en november vorig jaar is de mening van de inwoners gepeild. Uiteraard worden deze meningen en wensen meegenomen in het onderzoek. Het blijkt dat men vindt dat het op de Raadhuisstraat en het Roodven te druk is om veilig te kunnen fietsen en oversteken. Opvallend is ook dat de aanwezigheid van landbouwverkeer niet als knelpunt wordt ervaren. De bedrijven in Moergestel en die ten oosten van Moergestel moeten immers hun werk kunnen doen. Wel stoort men zich soms aan het gedrag van dit verkeer. We komen straks terug op de wensen van de bezoekers van de inloopavonden. Eerst even naar de uitkomsten van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in mei 2017. Wie het rapport vluchtig doorleest zal concluderen dat het helemaal niet zo druk is in Moergestel. Je kan ook ergens lezen dat de verbreding van de A58 een aantal knelpunten wegneemt. Maar zoomen we wat verder in op de gegevens, en dat kunnen wij omdat de gemeente ons behalve het rapport ook de brondata van het onderzoeksbureau heeft aangeleverd, dan kun je daar een paar interessante conclusies uit trekken. In dit plaatje staan de voornaamste doorgaande verkeersstromen getekend. Alle cijfers zijn terugvindbaar in het rapport, maar een van de conclusies uit dit plaatje is dat een groot deel van het verkeer dat door de kom van Moergestel komt, een bestemming heeft in of ten oosten van het dorp. Uiteindelijk komen er door de kom per dag maar 15 vrachtwagens voor wie de A58 een alternatief zou zijn. Laten we ter controle eens in de brongegevens kijken. Wat niet in het rapport staat, is dat in de gemeenteweek de drukste dag niet is meegeteld. Daarmee moeten we de onderzoeksresultaten met een klein korreltje zout nemen. Verder blijkt dat wagens met een buitenlands kenteken en landbouwvoertuigen zonder kenteken niet kunnen worden geclassificeerd. In dit voorbeeld, het verkeer over de Schoolstraat, kan van 10% van het totale verkeer dus niet gezegd worden of het zwaar verkeer betreft dan wel personenauto's. Verder kun je vraagtekens plaatsen bij de getallen per etmaal als duidelijk is dat de zwaarste belasting toch in de ochtendspits ligt. De onderzoekers baseren zich in hun aanbevelingen onder andere op de mening van de inwoners. Om niet alleen het doorgaand verkeer van en naar Tilburg en Oorschot, maar ook het lokaal doorgaand verkeer van en naar Moergestel, Oost en Spoordonk uit de kom te weren, is een omleidingsroute een mogelijkheid. De onderzoekers presenteren vier mogelijkheden. In blauw een nieuwe weg ten noorden van de A58 over het tracé Blankemansweg-Reedijk. In oranje een nieuwe weg ten zuiden van de A58 over het tracé Abboomse Straat-Reedijk.
In rood een kleine omleiding in het verlengde van het middelste deel van de Scheerman die zou aansluiten op de Raadhuisstraat. En tenslotte in groen een weg die ontstaat door opwaardering van de Waterhoefstraat, Stokske en de Heiligenboom. Naast deze ideeën zijn er nog 12 voorstellen die men heeft uitgewerkt en waarvan op de tweede informatieavond alle bezoekers met groene bolletjes mochten aangeven wat de voorkeur zou zijn. Uiteindelijk is de lijst van mogelijkheden best uitgebreid. De onderzoekers verdelen de mogelijkheden in 3 categorieën. Meest kansrijk zijn deze 4 maatregelen. Een reconstructie van Rood van der Raadhuisstraat moet gericht zijn op het verlagen van de snelheid, het verbeteren van de situatie voor voetgangers en fietsers, maar toch ook ruimbaan voor het doorgaand verkeer, tenminste als ook maatregel 3 wordt ingevoerd. Een vrijliggend fietspad langs de Oorschotseweg zou wenselijk zijn tussen de Reuzel en het Draaiboompje. Immers vanaf het Draaiboompje naar Spoordonk ligt er reeds een vrijliggend fietspad. Een reconstructie van de Schoolstraat zou onder andere een verbod voor vrachtverkeer inhouden. Afspraken met bedrijven in Moergestel Oost en in Spoordonk zouden moeten gaan over de te rijden routes en de tijdstippen. Als minder kansrijk zien de onderzoekers deze mogelijkheden. Met een knip wordt bedoeld dat de weg ergens halverwege wordt geblokkeerd. Het zou dan voor ons alleen nog mogelijk zijn om met de fiets of via de A58 in Tilburg te komen. Of met de bus, want bij zo'n knip zou dan wel een busluis kunnen komen. De omleidingsroute via de Blankemansweg wordt door de onderzoekers gezien als de minst slechte omleidingsroute. Zo'n omleiding zou slechts 15 vrachtwagens per etmaal uit het dorp houden, stelt men, maar de correctheid van dit getal mag betwijfeld worden. Verder zijn er nog deze eenvoudig te realiseren maatregelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel opgesteld hoe we met de uitkomsten van dit rapport kunnen omgaan. Dat voorstel lijkt in te houden dat een omleidingsroute er voorlopig niet komt, maar het is nog niet concreet wat er dan eventueel wel komt. Ja, nou, in ieder geval een rapport waarvan we de eerste vraag wel aan Dion willen stellen. Een rapport met cijfers uit 2017. Nou is er onlangs bijna een kabinet gevallen over het feit dat men met cijfers aankwam uit 2017 voor een beslissing die je eigenlijk in 2019 moet gaan maken. Is daarover nagedacht, over die lange periode? Nou, het is vooral omdat je zorgvuldig wil zijn. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden in 2017. Vervolgens ga je de informatie daaruit ga je analyseren. De bewuste keuze van het college is om de inwoners erbij te betrekken. Mm-hmm. Dus ga je naar de inwoners toe, in dit geval was dat in april 2018, in de Boogaard. Mm-hmm. Nou, we hebben het op de beelden gezien hoe druk dat het daar was. En vervolgens wordt alle informatie bij elkaar gevoegd in een rapport. En dat rapport, dat is wat je zojuist liet zien. En dat is weer teruggelegd bij de inwoners om te zien waar ze hun voorkeur aan geven. Precies. En als je iets zorgvuldig wilt doen, dan duurt een traject gewoon wat langer. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat je zegt, we toetsen de brondata nog een keer opnieuw. Dat is een onderzoek van een week geweest om te kijken of er in de tussentijd niks veranderd is. Want dat is eigenlijk een vraag die ik aan Niels wil stellen. Niels, je ziet het voorstel van de gemeente voorbij komen. Tevreden? Eigenlijk niet helemaal, als ik eerlijk ben. Dat klinkt al beter dan helemaal niet. Dus. Nee. Kijk, dat dit een probleem is, dat is natuurlijk bekend. Dit en dat los je ook niet zomaar op. Dus het is een ingewikkeld verhaal. Waar ik wel gek vind aan het verhaal, er zijn een paar dingen. Eén, het probleem is verkeersoverlast. En dan zegt mijn simpele boerenverstand, wat gaan we doen? We gaan een weg extra belasten. Dat is voor mij een oplossing. Hoe bedoel je? Door tenminste de voorkeursoptie die nu lijkt te worden, die dan de meeste voorkeur van het gemeentebestuur heeft, is de optie om het roodzwem met name zwaarder te gaan belasten. Door de schoolstraat af te sluiten? Door de schoolstraat af te sluiten. Dus het probleem is zware verkeersbelasting op het roodzwem. Daar zijn we eigenlijk sinds jaar en dag nou blij met de route zoals die er nu ligt. Er was voorheen was er eigenlijk een soort van halve snelweg door het dorp. Dus daar is na veel vijf en zessen deze oplossing voor gevonden die er nu ligt. Prima, denk ik. Dat is een persoonlijke mening. Maar daarnaast gaan we dus die verkeersoverlast die er nu dan wordt ervaren aanpakken door er extra verkeer doorheen te sturen. Oké, gaan we even terug naar Dion. Dat vind ik inconsequent gedacht. Dion, wat is nou de overweging die je daarbij pleegt? Je haalt landbouwverkeer en vrachtverkeer uit de schoolstraat weg en je gaat het vervolgens bij de overlast van het roodzwem plaatsen. Het is een keuze die je maakt. En het zijn altijd afwegingen. Vaak alleen maar slechte afwegingen, maar je moet een keuze maken. En de belangrijkste keuze die in het raadsvoorstel
gemaakt is, is dat we voor nu niet voor een omleidingsweg kiezen, omdat we denken dat die onvoldoende bijdraagt. Dan vervolgens zijn er een aantal scenario's geschetst waar de Raad nu nog geen keuze op hoeft te maken, maar wij hebben een aantal voorzetten gegeven waarvan wij denken dat dat het beste is en dat we daarbij het meeste luisteren naar de inwoners van Moergestel. Dankjewel. Wout, de ondernemers van Moergestel hebben natuurlijk ook een mening. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vind jij van het voorstel wat nu door de gemeente is voorgelegd? Het feit dat de rondweg eventjes teruggeschakeld is of niet voorop komt te staan, dat vinden wij heel, heel positief. Waarom? De kans bestaat dat de leefbaarheid dan juist minder wordt in het dorp. Die moet je eens uitleggen. We hebben al te maken met leegstand betreffende winkels en dat soort voorzieningen. Ja. En op het moment dat een omleidingsroute komt, dan wordt al het verkeer om het dorp geleid. En winkels moeten toch hebben van zichtbaarheid en herkenbaarheid. En op het moment dat mensen niet meer door het dorp komen, zullen ze minder snel denken van we moeten toch nog eens terug naar Moergestel. Dus ja, we begrijpen ook de overlast van het verkeer. Dat begrijpen wij. En ook misschien de herrie en dat soort dingen die ontstaan. Maar ja, je moet het verkeer niet mijden uit het dorp, want dat kan ten koste gaan van de leefbaarheid en de voorzieningen en de winkels in het dorp. Ja. Als voorbeeld Alphen, daar hoeven we niet heel lang over te hebben, maar ja, dat is wel een voorbeeld waar het echt gewoon op dit moment echt niet goed gaat met de winkeliers in het dorp. Ja, maar heeft dat dan te maken met de aantrekkingskracht van het dorp voor mensen van buiten het dorp? Of heeft dat te maken met het feit dat je zegt, ja, als ze maar elke dag dwars door het dorp heen rijden, dan stoppen ze vanzelf een keer bij de winkel? Ja, maar ja, nou goed, ze zien in ieder geval wel van wat voor aanbod er is. En dan je slaat onbewust je dingen op in je hoofd en dan denk je toch een keer daar weer aan terug. Ja. Wat er is. Kijk, betreffende de overlast, daar zijn we het over eens. Er moet misschien iets aan gedaan worden, maar rondweg is voor ons geen optie. Nee. Geen optie voor rondweg. Nou, dat komt goed uit voor de gemeente, want dat scheelt ook weer een paar miljoen. Ja, dan wil je minstens een voetbalveld voor aanleggen in Oosterwijk. Als je dat niet doet, hè, want dat is nu op dit moment de overweging. De overweging uit het plan is, we gaan nog even niks doen. Dan ga je dus maatregelen proberen te plannen die eigenlijk de overlast zoals die nu gevoeld wordt op te lossen. Welke maatregelen, waarvan zie jij nou echt concreet nog iets gebeuren in de toekomst? Want nu zeg je eigenlijk als gemeente, we gaan nog even niks doen. Voor wat betreft de rondweg, die schuiven we zeker op de lange baan. Mm-hmm. Voorlopig niet. Tenminste, als de Raad daarmee instemt op 11 april. Daarmee is die niet volledig van de baan. Alleen wij zeggen nu, om niet in het programma over de balk terecht te komen, als het nog bestaat, dat we straks een rondweg aan gaan leggen voor, je noemde het al, een aantal miljoenen. En dat die dan uiteindelijk blijkt dat het overbodig is voor die paar voertuigen die we dan weren uit het centrum. Voor zover het er een paar zijn, hè? Want dat is natuurlijk nog altijd de vraag. Nou ja, ik moet afgaan op de cijfers die we hebben liggen. Daarnaast heb je ook een stuk beleving van de inwoners. Die hebben we geprobeerd om samen te brengen in het rapport. Mm-hmm. Maar ja, wij gaan er op dit moment van uit dat het aantal voertuigen wat je mijt met een rondweg, dat zo minimaal is, omdat de meeste voertuigen, die komen vanuit Tilburg, rijden via Tilburgseweg, Roodven, Raadhuisstraat, richting Oorschot of in ieder geval daar ergens in de buurt. Op het moment dat je bijvoorbeeld een Blankemansweg inricht als rondweg, dat verkeer, wat de grootste hoop is als sluipverkeer, die krijg je niet over de Blankemansweg. Dat is helemaal niet interessant. Nee, Niels, wat zou jij, als jij nou zelf onbeperkte middelen zou hebben en je zou nadenken over dit ding en je zou niet voor de rondweg moeten kiezen, welke maatregelen zou je dan zelf nog kunnen gebruiken? Ja, daar heb ik wel twee punten over. De eerste was, even terugkomen misschien op waar Wout zei, mijn buurman. Het is helemaal niet mijn bedoeling, en ik denk ook niet van de meeste bewoners, om iets van een autoluw dorp te creëren of zo. We zijn allemaal afhankelijk van de auto en een dorp moet ook bereikbaar en leefbaar blijven. Helemaal duidelijk. Waar ik wel een paar kanttekeningen bij heb, is dat de wethouder die baseert zich op cijfers, onderzoeken. Inderdaad uit 2017. Maar ik waag te betwijfelen dat die cijfers, dat die overeenstemmen met de beleving van die talloze mensen die zijn gevraagd en die zich hebben uitgesproken. En ik meen ook te weten, ik ken het rapport niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat er op bepaalde momenten gemeten is en dat er juist cruciale momenten waarop de grootste drukte er is,
dat die niet mee zijn genomen of dat die hoogstens tot uiting komen in een gemiddelde. En we leven niet in gemiddelde, maar we leven juist op die momenten dat die belasting het hoogst is. En die zijn natuurlijk bepalend voor de leefbaarheid. Dat was het tweede punt. Het derde punt, wat zou jij doen? Er wordt gesuggereerd of een rondweg, dat er meteen een rondweg is met 2-3 banen en weet ik het allemaal. Maar ik denk daarvoor, zeker als het maar een paar auto's betreft, wat misschien best zo zal zijn, dan kun je ook zo'n rondweg met veel minder middelen realiseren naar mijn idee, door inderdaad bijvoorbeeld aan de kant van de Waterhoefweg op te waarderen. Dat is overigens geen nieuw idee. Dat stond al in het verkiezingsprogramma van CDA toen ik in de gemeenteraad zat. En ik vind het wel grappig dat het nu toch weer actueel wordt. Toen dachten wij inderdaad wel iets aan een rondweg, à la T31, maar ik denk dat de bestaande weg ook met simpele middelen best wel autovriendelijker gemaakt kan worden en voor een stukje ontlasting kan zorgen. Ja, maar het probleem is natuurlijk wel, net zoals Dion er straks ook al aangaf, wil je mensen over die weg gaan krijgen, vrachtwagenverkeer en landbouwverkeer, zul je wel een maatregel moeten gaan nemen om het roodven af te sluiten. Ja, ja, dat is ook een keus. En dat is lastig inderdaad. Ja. Wout, zou jij nog dingen veranderd willen hebben? Nou, ik wil eens even inhaken op Dion. Aangezien wat de gemeente of wat de ondernemers allemaal zeggen betreffende de mening die gevraagd is van de inwoners. Wat we ook zien in het filmpje, de leeftijd van de mensen die komen op zo'n inspraakavond is over het algemeen toch wel 60 plus. En die bepalen mede dankzij zo'n avond wel de toekomst van een dorp. En de jeugd voelt zich eigenlijk misschien minder getrokken om op zo'n avond te komen. Druk, dit snap, maar het gaat wel om de toekomst van de kinderen en de kleinkinderen. Mm-hmm. Dat is toch iets waar ik even kwijt wou namens de ondernemers. Ja. En daarbij, in het plan staan hele mooie suggesties. Dat zijn best mooie conclusies met hoe dat. Ja. Het probleem ligt, of de langzaam verkeer ervaart de problematiek vooral, hè, de overlast. Hè. Mm-hmm. En in het rapport komen best leuke dingen ervoor. Om die eigenlijk, je moet de omgeving interessant maken voor de fietser en de voetganger. En dat de auto te gast is. En dan hoeft het de schoolstraat helemaal niet afgesloten te worden voor het vrachtverkeer. Want die moet ook open blijven, logistiek gezien, voor de doorstroming van het vrachtverkeer. Maar je bedoelt zo'n situatie als bijvoorbeeld in Tilburg in de Sint-Jozefstraat zit. Waarbij je eigenlijk veel meer een straat neerlegt die eigenlijk voor fietsers en voetgangers een vrij baan geeft. Ja. Maar die vervolgens zegt tegen automobilisten, jullie mogen hier rijden. Ja. Maar je bent te gast. Je moet rekening houden met de omstandigheden. En je voelt automatisch als automobilist dat je dan langzamer moet gaan rijden. Ja, ja precies. Geen snelweg maken, maar juist een weg maken waarbij ruimte voor alle partijen is. Maar waarbij je vervolgens wel. Dat is een optie, Dion. Want je zit natuurlijk wel met heel veel opties. Er waren heel veel zaken in het plan ook genoemd. En er zijn ook nog heel veel dingen naar de toekomst toe. Wat mij een beetje opviel, wat in het rapport ook ontbrak, was het feit dat je zegt, we gaan pas eigenlijk beslissingen nemen nadat de A58 verbreed is. Want dan kunnen we ook pas zien hoe ernstig het dan nog is en hoe noodzakelijk het dan nog is. Maar gaan we dan niet voorbij aan het feit dat het 3 jaar gaat duren voordat die verbouwing klaar is? Nee, want in het raadsvoorstel hebben we ook opgenomen dat we even uit mijn hoofd, ik dacht 150.000 euro, voor in ieder geval al een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid beter te maken, om de fietsers wat beter te beschermen in de doorgaande weg, Roodven, Raadhuisstraat, etc. Dus voorsorterend op alle ongemak wat gaat ontstaan op het moment dat men daaraan begint, dan in ieder geval zorgen dat fietsers en voetgangers veilig zijn. Misschien zelfs gewoon een oversteekplek waarbij je wel met stoplichten gaat werken op bepaalde plekken om scholieren ook weer goed naar hun school te kunnen laten gaan. Dat soort activiteit. Nou, dat zou kunnen. Je hebt heel veel verschillende dingen die je kunt doen. Je kunt verkeersremmende maatregelen nemen in de vorm van een sluis. Drempels. Nou, denk ik niet dat die zo geschikt zijn. Nee. Maar ook dat, die vervolgstap, ook die willen we samen met inwoners gaan doen. Oké, dus jij zegt vanuit de gemeente vindt er nog wel degelijk een afstemming met bewoners plaats. Zeker. En dan kan ook de jeugd die geen tijd had, tijd maken om gewoon ook te komen en ook daar hun mening naar voren te brengen. Ik nodig ze bij deze uit, want ik vond de opmerking van Wout al heel erg sterk. Dat is inderdaad waar. Het is voor een deel zeker waar. Dat met name de senioren komen van de andere kant. Dat is dan misschien ook de kwaliteit van de senioren. Dat ze inderdaad komen inspreken. En het is natuurlijk ook een oproep aan de toekomst om dat te doen. Lijkt me een hele mooie afsluiting om het hierbij voor nu te laten. Volgende week veel succes in de gemeenteraad. Want dan zal je misschien ook nog wel een paar vragen gesteld worden. Veel dank aan Wout. Veel dank aan Niels om hun vragen te stellen. En dat betekent dus dat wij misschien nog wel een keer tot voor ziens en wordt vervolgd gaan zeggen. U als
kijker wil ik in ieder geval bedanken voor uw aandacht. We hopen u in ieder geval iets meer en iets beter te hebben geïnformeerd. En nadat het raadsbesluit gevallen is, wil dat dus nog niet zeggen dat alles beslist is. En krijgt u in de toekomst ook nog uw kans om te horen, te zien en vooral ook om mee te praten. Dank u wel, fijne avond.